Ik ben Floor Oudshoorn. Ik ben manager projects en events bij Stichting Nederland Monumentenland. Ik ben Patrick Trantelman, oprichter van Spacetime. Ik was 17 jaar meester Patrick en Spacetime is in mijn klas ontstaan. Open Monumentendag is het tweede weekend van september, waarin zoveel mogelijk monumenten hun deuren openen. Voorafgaand aan die Open Monumentendag wordt de klassendag georganiseerd, waarbij scholen op bezoek gaan bij monumenten en worden rondgeleid in die monumenten. Maar we hebben dus gemerkt dat er heel veel klassen niet aan meedoen, omdat het best wel veel organisatie vraagt. Ze moeten naar het monument, ze moeten daar een tijdslot krijgen, de rondleiders moeten aanwezig zijn. Dus we hebben gekeken van hoe kan je nou zorgen dat die klassen eigenlijk op een laagdrempelige manier in aanraking komen met de monumenten in hun omgeving. Het doel van Klassendag 2.0 is dat leerlingen ergens in hun basisschoolcarrière een monument bezoeken en zich daarover verwonderen. Op zoek gaan naar dat verhaal. De rol van Spacetime is daarin dat je niet een muurkrant maakt die een week op school hangt, maar je maakt digitale presentatie in meerdere pagina's met filmpjes en geluiden en misschien foto's uit het archieven. En die zet je op de kaart. En daarna is het eindproduct een soort dekkende wiki van informatie op locatie. Dat als je voortaan langs een monument komt, in de app kan zien wat voor verhalen, wat voor erfgoed daar allemaal is. We gaan binnenkort de eerste pilot doen, waar we gaan kijken hoe de klas reageert op onze lesopzet. En hoe leerlingen omgaan met het verzamelen van de informatie en ook het zelf maken van informatie voor de app. Mijn ultieme droom met dit project is eigenlijk op dit moment aan het uitkomen. Want je moet je voorstellen dat ik 2 jaar geleden nog voor de klas stond en dit met mijn klas deed. En nu zijn we bezig de voorbereiding te treffen voor een landelijke uitrol waarbij alle scholen dat gaan doen met de app of met het platform wat in mijn klas ontstaan is. Daar ben ik best een beetje trots op, vind ik wel gaaf.